onmogelijke Minecraft trickshots. Het begint redelijk simpel en eindigt extreem moeilijk. Ik zal met bogen schieten, sprongen maken en letterlijk over vallend zand lopen. De kans is erg klein dat ik dit allemaal ga halen. Dit is mijn 360 MLG laddersprong. Hoppa! Deze toren is 254 blokken hoog en bevat 8 trapdoors. Ik moet in het water landen zonder deze trapdoors aan te raken. Oké, 1, 2, 3, 4. Oh, stabiel. Ja, ja. Oh, let's go. Gewoon simpel alle targets raken. Ja, kennen jullie Dreams en Boat Clutch? My dream! Wait, what? What? Oh my god! Ja, dat kan ik niet. Dit is mijn versie. Spring, schiet, bam. Deze kan wel wat moeilijker. Oké, jongens, we hebben een moeilijke gemaakt. Ik moet eerst zien te springen, dan een 360 maken. Mid-air de koe zien te raken met mijn kruisboog. En dan nog eens in het water landen. Ja, mislukt. Oké, laat ik deze eerst eventjes oefenen. Ik moet eerst gewoon in het water kunnen landen. Hey. Dan de 360 doen en ook in het water landen. Nou, dat gaat wel soepel dit. En tot slot de koe zien te raken terwijl ik van deze hoogte val. Nadat ik deze drie dingen onder controle had, gebeurde er dit. Nee, ik raakte hem, maar ik landde niet in het water. Oh, nu moet hij opnieuw. Kom op, kom op, kom op. Ja, ah, ik heb hem eindelijk. Oh, hier heb ik oprecht wel echt even een tijdje over moeten doen, jongens. Gooien. Pakken. En boom. Easy. Dit noem ik de paarse toren. Want ja, het is een paarse toren. Ontwijk, kom op. Oeh, dat was close. Robin is een goede vriend van mij. En hij dacht dat het leuk was om een challenge voor mij te maken. Oeh, zo lekker. Oeh, ja. Echter was deze erg moeilijk. Het timen van deze opdracht was zo specifiek en de knopjes waren zo klein dat ik er langer dan een uur over deed. Maar uiteindelijk. Gooien. Wegkijken. 360. Oh mijn god, ga ik dit wel redden? Oh nee. Oh. Dat scheelde oprecht echt niet veel, jongens. Als ik op tijd ben, zal deze shulkerbox mij kunnen redden. Doordat ik op de deksel moet landen. Dat is oprecht best wel te doen. Heb je ooit wel eens over vallend zand gelopen in Minecraft? Want ja, dat kan dus blijkbaar. Ik heb hier een grote muur van 100 blokken breed. Door zand te plaatsen heb je een punt 25 seconden om erop te staan voordat je er doorheen zakt. Ik ga parcouren naar de overkant door telkens op tijd op het zand te springen voordat het valt. Hoppa. Nou, je kan dus blijkbaar nog meer dingen met zand. Nou, Kippie, ga jij maar lekker vallen. Oh mijn god, wat duurt dit lang. Spring. Dag, Kippie. En water. Jullie kennen allemaal de standaard MLG waterbucketsprong. Deze is net wat moeilijker. Ik moet het water achter de kisten plaatsen, waardoor ik letterlijk maar op één kleine pixel kan landen om mezelf te redden van een erg pijnlijke dood. Damn. Oh, nee. Nee. Kom op, kom op, kom op, kom op. Ah! Kom op, nu deze keer. Oh. Nu? Dit is hem, dit is... Ik haat echt mezelf. Oké, deze keer wel. Oké, nu echt.
is mijn achtbaan. Dit is de achtbaan van het varkentje. En dit is het enige minigaatje waar ik doorheen kan schieten. Oh, wat is het gat klein daar, joh. Jemig. Oh, wacht. Die was raak. Wat? Ik had hem gewoon raak door het gat. Dat meen je. Voor dit trickshot moet ik een ladder craften in de lucht, zodat ik mijn val kan breken. Echter ga ik dat nooit halen als ik dat normaal wil craften. Gelukkig heeft Minecraft een prachtig boekje, waardoor ik nog maar 2 simpele kliks nodig heb om de ladder te maken. Ik kan het alsnog niet. Twee, drie, vier, vijf. En hoppa! Oké, nu moet ik in elke minecart gezeten hebben. Oké, kom op. Ja. En tot slot... Ja, hier heb ik echt veel te lang over gedaan. Wat ben ik blij dat ik deze eindelijk gehaald heb. Oh mijn god. Deze 2 villagers zijn in grote nood. Ze willen namelijk heel graag weer naar beneden, maar de landing gaat ze gewoon niet overleven. Ik zal ze moeten redden. Als ik hun target raak, zullen ze naar beneden vallen. En vlak voordat ze de grond raken, moet ik het water activeren door de laatste target ook nog eens op tijd te raken. Oh mijn god, dat meen je. Moet ik hem aanpassen? Nee! Oké, nadat ik hem een beetje heb aangepast, zal die nu wel echt moeten lukken. Een paar trickshots geleden moest ik in 1 pixel water landen. Nu doen we het nog moeilijker. Ik moet mijn spinnenweb eerst weggooien, daarna er achteraan springen en dan zo plaatsen dat ik maar 1 pixel heb om in te landen. Oké, eerste poging. Gooien. Springen 360 doen we erbij. En... Helaas. Poging 2. Oké, kom op. Nee, dat meen je. Ja, dat is ook niet handig. Oké, laat ik hem even iets aanpassen waardoor de moeilijkheidsgraad van onmogelijk naar op zich wel mogelijk gaat. Oké, gooien. Kom op. Ja. Oh, dit moet hem zijn. Yes! Nice. Oh, eindelijk. Wil jij nou heel graag dat ik een challenge voor jou aanga? Laat dan zeker even jouw challenge achter in de reacties. En vergeet ook niet te liken en te abonneren. Kijk nu lekker deze video, want hier heb ik 5 verschillende YouTubers uitgenodigd om challenges te doen tegen elkaar. Bedankt voor het kijken. Doei.